Pieter. Ja, er is een nieuw Amerikaans verschijnsel onderweg naar Nederland. Het gebeurde eerder natuurlijk al met andere dingen. Alle dingen beginnen in Amerika. Fastfood, obesitas, de groeiende kloof tussen arm en rijk. Dat hebben we hier allemaal ook. Maar nu zien we een traditie opduiken die in Amerika al jarenlang heel groot is. De claimcultuur. Ik hoorde vorige week namelijk ineens dit spotje op de radio. Schat, ja? Ga eens even zitten. Ik moet je wat vertellen. Oh, nou zeg het maar. We hebben een woekerpolis. Een woekerpolis? Wij? Ja. Echt? Ja. Wie had dat gedacht? Ja, een woekerpolis is geld waard. Vaak duizenden euro's. En er zijn er maar liefst 7 miljoen van verkocht. Dus waarschijnlijk ook aan u. Dat geld laat u toch niet liggen? Ja, dat geld laat u toch niet liggen. Dit is een spotje van Consumentenclaim, een bedrijf dat schadeclaims indient met dezelfde gretigheid als waarmee banken destijds de woekerpolissen verkochten. En via hun site kun je ook claims indienen tegen andere dingen, tegen de biologische ham van de Albert Heijn bijvoorbeeld, of de natuurstroom van Nuon. Op zich natuurlijk een briljant verdienmodel. Mensen met een woekerpolis zijn een fantastische doelgroep om geld aan te verdienen. Als ze zich 1 keer iets hebben laten aansmeren waar ze de ballen van begrepen, maar wel dik voor betaalden, dan moet het toch ook een tweede keer kunnen lukken. Consumentenclaim belooft duizenden euro's en het kost je niks. Tenminste, je betaalt ze natuurlijk een vrolijk percentage van het geld dat je eventueel terugkrijgt. En je betaalt zelf alle griffiekosten. En als Consumentenclaim namens jou de zaak verliest, dan draai jij op voor alle juridische kosten van de tegenpartij. Maar hey, als deze doelgroep kleine lettertjes zou lezen, dan waren het geen woekerpolisklanten geweest. Het is een gat in de markt. Het schijnt na elke keer dat dit spotje op de radio is geweest storm te lopen bij het callcenter. Gisteren nog belde ene Yanis Varoufakis uit Griekenland, die voor miljarden euro's leningen heeft onder hele slechte voorwaarden. En toen hij dit spotje hoorde, belde die juichend zijn vriend Alexis Tsipras. Schat, ga zitten. Goed nieuws. We hebben niet 1 woekerpolis. We hebben er duizenden. Begin jij alvast geld in uit te geven, dan ga ik naar Brussel om Jeroen Dijsselbloem een hele grote bek te geven. En het is te hopen dat ze ook nog staatsloten hebben in Griekenland, want ik zag deze week ook een reclame van loterijverlies. Jarenlang heeft de staatsloterij haar deelnemers gedupeerd door de prijzen en de jackpot niet alleen te trekken uit de gemiddeld 3 miljoen verkochte loten, maar ook uit tot wel 15 miljoen niet verkochte loten. Heeft u tussen 2000 en 2008 wel eens automatisch meegespeeld? Ook als u er geen bewijs meer van heeft, kunt u uw inleg terugeisen. Ga nu naar loterijverlies.nl. Ja. Dat is genoeg reclame, ja. Alleen als je automatisch hebt meegespeeld. Alleen als je automatisch mee hebt gespeeld. En je hoeft ook geen bankafschrift of zo meer te hebben. Je mag gewoon. Het principe is dus, ze vinden de staatsloterij niet eerlijk. Wat ook zo is, want het is een loterij. Maar als je dan toch hebt meegespeeld, dan halen ze dus je geld voor je terug. Ik ben even op de site gaan kijken. Ze zijn heel helder over de kosten ook. Er staat een mooi tabelletje op de site. 1 lot claimen kost je €35. En daarna komt er voor elk lot nog eens €12,50 bij. Dit is een unieke kans. Als je genaaid bent door de staatsloterij, word je hier voor de prijs van 1 staatslot nog een keer genaaid. Die kans kun je niet laten liggen. Loterijverlies is precies zo'n buitenkantje als de staatsloterij zelf. Jij bent je geld kwijt en iemand anders wordt er miljonair mee. En het allerleukste vind ik nog dat de staatsloterij van de staat is. Dus als het ons lukt om met z'n allen geld te claimen, betalen we dat via de belasting uiteindelijk toch gewoon weer zelf lekker terug. Het is een heel interessant verschijnsel, vind ik. Vage voorwaarden, gretige commercials, vol gouden bergen. De collectieve claim kon wel eens de woekerpolis van de advocatuur gaan worden. Maar meeclaimen is dus volgens mij niet veel minder riskant dan meespelen in de loterij. Wat ook weer mogelijkheden biedt, want dan zou je het ook om kunnen draaien. Dan zou je ook kunnen zeggen, dan doen we voortaan de staatsclaimerij. En dan gaan we van het geld dat we aan de loterij kwijt waren nu gewoon claims proberen te doen. Bijvoorbeeld bij Reaal, waar deze week door een klein boekhoudprobleempje, zoals ze daar dat zelf zeggen, foutje, bedankt. 700 miljoen euro verdwenen bleek te zijn. Misschien kunnen we dat dan gewoon via staatsclaimerij proberen terug te halen. Pieter Derks, schitterend. Tot volgende week. Tot volgende week.